met Storm. Uiteindelijk Storm die het wel wint. En dan op de bal zegt Van Driessen. Het schot op de tweede lijn. De save van Koeken. En ook in tweede instantie zit hij erbij. Vinicius kan wegwerken. Walsh. Hermans. Rap die moet opendraaien. Doet dat ook. Schoofs gevonden. Storm staat open. Maar gaat binnen door. Kuipers scoren. Kuipers scoort. 1-0. Malinois. Hij laat niets liggen dit seizoen. Hugo Kuipers maar. Wat een paas van Rob Schoofs. Hij verrast ze door het centrum te gaan. Belangrijk doelpunt voor Malinois. Nu moet Sterke Brugge gaan komen. En gaat ruimte komen. Popovic wijkt. Popovic wijkt te veel. De voorzet in de tweede zone. Uiteindelijk Hermans nog niet gedaan. Hermans naar zijn rechter. Toch naar die linker. En Vinicius uit de tweede lijn. Plaatsen binnen 2-0. KV Mechelen scoort zijn tweede van de avond. En efficiënt KV Mechelen. Twee schoten tussen de palen. Twee doelpunten. En ze doen het weer. Hier Hermans doet het goed. Het overzicht afleggen dan de plaatsbal is knap. Het zicht wordt geblokkeerd voor Didio. Gaat net naast de paal binnen. Hier gaan we het beter zien. Didio en hier Vinicius. Kijk tussen de ref en de Silva Lopez. Bij Mechelen oppassen. Jange blijft uit het duel verlopen. En hier komt de vrije trap van Holtis goed aangesneden. Daar komt Jange en daar is de goal. Daar is de aansluitingstreffer, de 2-1. En daar is de reactie van Sterkle Brugge. Van Drongel daar tegengehouden door Daland en Denki. Hotic. Met de hoekschop op met, voor KV Mechelen. De eerste stand fase, daar weer de kopbal. En de redding van Koeken en toch de 2-2. En Hotic. Met zijn tweede assist of niet. De kopbal van Popovic. En dan hier. Die de bal nog wegkrijgt. Schoofs gaat in één keer doorpassen. Maar had hij in gedachten afgeblokt door Lopez da Silva. Miyange terug in het pak. En plots zijn ze daar blijven hangen met Denki. En Denki plaatst hem raas. Niet de 2-3. Unieke mogelijkheid voor Sterkle Brugge van de voet. En dus een goede ingreep van Van Lerberg die dat goed bekeek. Hij ligt nu op gang terug. Van Lerberg en gepakt door Van de Brugge. En dat wordt dan zijn tweede geel en zijn rood van de Brugge. Ja, niet slim van Hans van de Brugge. Als aanvoerder moet zich daar inhouden en je ziet de Engelstalige vloek uit zijn mond. Weet het. Hier van Lerbergen en hij is te laat. Terecht geel dit. En nu zegt de Brugge met zijn tienen. Hoe kan die bal er niet in? En nu de fout van Vinicius en die gaat ook zijn tweede geel krijgen. Jawel, hij gaat ook zijn tweede geel krijgen en gaat ook gaan douchen. Meteen na die dubbele gemiste kans. Tweede geel en rood. Hij zegt, kijk naar het beeld, kijk naar het scherm. En Schoofs staat nog altijd. Hier, Matondo. Nee, niet op de. Iedereen terug bij Sterkle Brugge. Iedereen daarvoor doelt. De hoekschop van Storm verlengt aan deze paal. Gaat voorbij. En dit was de laatste mogelijkheid. KV Mechelen, Sterkle Brugge eindigt hier op 2-2.